En dit is Renate. Schrijfster, publiciste. Renate Rubinstein. Uiterst tegendraadse columniste. En ze heette Tamar. Toen Renate werd nooit genoemd. Tamar. Ik las die column iedere week. De persoonlijke column. En toch over serieuze onderwerpen. De behoefte aan apenkool is misschien wel nergens zo groot als in ons zogenaamd nuchtere land. Ze had echt een eigen genre ontdekt. Die columns waren geweldig, maar je moet het niet kennen. Een narcistische gek. Die Renate die deugde voor geen kant. Grote smoel. Jongen, dit is zo zwak. Ik werd reeds als kleuter ziedend wanneer iemand mij in mijn vaart was stremmen. En mijn karakter is er sindsdien niet op vooruit gegaan. Nou, ik vond het wel verpletterend, ja. Manager, ik wist niet wat ik zag. Iedereen was verliefd op haar. Zullen we neuken? Ik was meteen plat. Zijn er ook onderwerpen waar u niet over schrijft? Die ziekte zat er veel meer in de weg dan ze aan wie dan ook liet zien. Voordat ik zelfmoord pleeg, probeer ik eerst de gordijnen. En toen is op een dag Carmichael bij me langsgekomen. Ze kreeg iets met Simon Carmichael. De meest getrouwde man van Nederland. En Simon, die zei, schrijf daarover. Binnen een week is een boek van Renate Rubinstein het best verkochte boek in ons land geworden. En toen waren mensen daar weer heel boos over. Ik vind het een gênante vertoon. Als mensen zich niet kwaad maken, moet je je afvragen waarom je nog schrijft. Renate was tot op hoge leeftijd bezig om zichzelf te leren dat ze niet door rood mocht rijden. Dat heb ik ternauwernood overleefd. Er brak iets bij mij, dat was de wijnrep kwestie. Wijnrep als seksmaniak. Nou, dan ging hij met zijn vingers naar beneden. Ik heb nog nooit iets gedaan wat ik zo belangrijk vond. Ze schuift dat meteen opzij. Het is natuurlijk voor een publicist is het fataal als je zulke dingen doet. Ik heb vanmiddag tegen Simon gezegd dat ik niet meer zo verliefd op hem ben. Nou, kom op. Maar een beetje verliefd, dat ben ik geloof ik altijd. Ben ik in wezen hoerig of in wezen monogaam? Ze wilde altijd doorgraven naar hoe het echt was. Als iedereen rechtsaf ging, ging zij linksaf. De echte werkelijkheid is totaal anders. Ze had een absoluut onafhankelijke geest. We hebben ontzettend behoefte aan Tamar Renate Rubinstein op dit moment. Renate Rubinstein. Ja. Ik weet niet wat er allemaal achter zit. Je mag bij zulke documentaires al blij zijn als ze de dingen een beetje ingewikkeld laten.